Hallo Piet hier en ik heb hier voor mij een heel speciaal iets. En als je interesse hebt in de producten van Skyloom, dan zal je zeker interesse hebben in deze video. Want ik heb hier voor mij een hele vroege beta van Luminar Neo. Nu, eerst en vooral, hij is verre van compleet, meer bepaald. Ik heb eigenlijk maar drie tools in deze beta, maar dat zijn wel drie tools die zullen gereleased worden bij de eerste versie van Luminar Neo. Dus ik wil jullie even tonen en we gaan even met een aantal foto's naar de edit. De eerste tool die in Luminar Neo zal zitten, en ik bedoel natuurlijk bovenop alle andere tools die we kennen van Luminar AI, want die gaan in grote mate gewoon overgaan naar Luminar Neo. Maar dus Luminar Neo zal een aantal nieuwe tools hebben en van degenen die er bij de start gaan bijzitten, is dit er eentje. En dit is vooral handig voor mensen die heel veel fotograferen met kleine diafragma's, waar de kans op sensorstof groter is. En dat is dus het gereedschap om het sensorstof te verwijderen. Ik zit hier trouwens met een Engelse versie van Luminar Neo, met die beta. Maar uiteraard, wanneer het gereleased wordt, zal het ook perfect in het Nederlands beschikbaar zijn. Dus beeld je in dat je dit in Lightroom zou moeten doen. Dat zou eigenlijk al niet gaan. Ik denk dat het Photoshop-werk zou zijn en je zou een behoorlijke hoop werk hebben. Maar gewoon in Luminar Neo klik je op Remove Dust Spots en automatisch is het gros van de sensorstof eigenlijk weggewerkt. Dit is de voor, dit is de na. Dus Luminar Neo heeft dat heel goed gedaan. Je kan als je dat wil, nog wat verder gaan verfijnen. Maar over het algemeen, denk ik, is dit niet slecht. Goed, laat ons eventjes hier deze foto bijvoorbeeld. Dit is denk ik ergens de Franse Opaalkust, als ik me niet vergis. Dit is geen foto van mij. Voor alle duidelijkheid, je ziet hieronder van wie dat die is. Hetzelfde verhaal. Ik kijk even Remove Dust Spots. En dan zien we dat Luminar in dit geval het heel goed doet. Maar er zijn er nog een paar over. En dat wil ik je even tonen. Dus we komen al van hier naar hier in één klik. Maar het mooie is dus dat je nog altijd de klassieke erase-gereedschappen hebt. En bijvoorbeeld hier, deze heeft die gemist. En deze hier ook. En deze en deze. Dus ik kan die gewoon aanstippen met het penseel. En dit hier bijvoorbeeld. En dan kan ik klikken op erase. En dan gaan die manueel verwijderd worden. Maar zo zie je dat ik eigenlijk in nog geen minuut, als het ware, dit moeilijke beeld helemaal opgeknapt heb. Dus dat is de eerste coole nieuwe feature die er in Luminar Neo zal zitten. Dan de tweede die ik je wil tonen is Remove Power Lines. Dus die gaat hoogspanningslijnen verwijderen. Dat is iets wat ook weer in Lightroom of in Photoshop best wel wat werk is en toch ook wel een vervelend klusje, dat is niet echt heel creatief. In Luminar Neo is het gewoon kwestie van in het erase-gereedschap Remove Power Lines te kiezen. En dan zie je dat deze zijn nu nog vrij gemakkelijk. Maar hier bijvoorbeeld, als ik even de voorknop, zie je die onderaan, degene die ook bijvoorbeeld, kijk eens naar deze zone hier, hè, degene die dwars door die ramen lopen, die zijn allemaal prima verwijderd in één klik. Laten we eens kijken, dit is een nog wat moeilijkere foto. Wat er hier gebeurt, wel ook hier gewoon erase en we kiezen remove power lines en Luminar Neo gaat gewoon die hoogspanningslijnen wegwerken netjes tot aan de mast. Nu je zou kunnen zeggen, dat is wel wat gek, zo'n mast zonder hoogspanningslijnen, maar goed, daar gaat het nu niet om. Het is gewoon om te tonen dat hier, kijk eens, voor nader gaan hier gewoon power lines door die palmbomen, door die schors van die bomen en Luminar vult dat allemaal heel mooi in. Nu, je zag bijvoorbeeld misschien dat er hier ter hoogte van dit hier heeft hij een stukje te veel weggeschilderd, maar dit is geen fully automatic gereedschap. Je kan er nog op ingrijpen. Wel, ten eerste zou je dit bijvoorbeeld in Photoshop als een plugin op een laag kunnen zetten en dan met een laag masker het te veel of het te veel weggehaalde terugschilderen. Maar als je geen Photoshop gebruikt, dan kan je dit ook nog corrigeren. Je kan gewoon schilderen hier en dan klik je op het Restore gereedschap en die gaat dan het teveel weggehaalde
restoren. Nu heb ik iets te veel gerestored, dus kan ik hier dit terug selecteren en dan klik ik terug op erase en dan gaat hij dat terug gaan verwijderen. Voilà. Dus dat is de tweede nieuwe feature. Maar de derde, en die vind ik echt geweldig, dit is de meest creatieve van de drie. En die gaat dus ook vanaf de start. En we weten nog niet duidelijk, er is gezegd ergens deze winter, maar we weten nog niet, is dat eind december, begin januari of zo. Is er nog niet echt duidelijkheid over. Maar wanneer Luminar Neo shipt, zal dit er dus ook bij zitten. En dat is de Relight AI. En bijvoorbeeld, laat ons even deze hier erbij halen. Dit is Relight AI gaat geweldig zijn voor situaties waar je door tegenlicht bijvoorbeeld je onderwerp iets te donker is en de achtergrond iets te licht. We gaan even Relight AI erbij halen. En wat Relight AI doet, is eigenlijk de scène in drie dimensies gaan onderzoeken en gaan mappen in drie dimensies. En dan kan je dus van voor naar achter het licht gaan herbelichten. Je kan bijvoorbeeld de achtergrond donkerder maken en de voorgrond lichter. Je hebt dus twee grote sliders, brightness near, dat is de helderheid van wat er dicht bij de camera is, en brightness far is wat verder is. En dan met de diepteregelaar regel je waar de ene zone in de andere overgaat. Dus wanneer ik mijn brightness near naar rechts schuif, dan gaat die voorgrond ophelderen. Je ziet dat heel duidelijk, dit is voor, dit is na. Dus alleen al met één schuiver heb ik eigenlijk heel mooi dat onderwerp wat meer tot leven gebracht. Maar ik kan nu ook nog met de brightness far die achtergrond wat donkerder maken in één boete door. En dan misschien met brightness near nog wat lichter. En zo kan ik haar echt, als ik wil, er heel sterk gaan uithalen. Nu krijgen we hier een beetje van een halo, maar in de advanced settings hebben we onze dehalo schuifregelaar. En met die kan je dus die halo's gaan wegwerken. En dat gebeurt ja, heel mooi. Nu hebben we nog een regelaar, de depth-regelaar. Dus die regelt, kijk, als je ziet, bijvoorbeeld op 0. Het onderwerp wordt sowieso, als het een menselijk onderwerp is, dat wordt altijd lichter gemaakt. Dat zal ook de bedoeling zijn. Maar met de depth-slider regel je voor alles wat geen onderwerp is, regel je hoe de diepte, hoe het licht op de rest van de foto verloopt. Dus nu wordt eigenlijk alles behalve het onderwerp eigenlijk donkerder gemaakt en het onderwerp zelf wordt lichter gemaakt, maar schuif ik meer naar rechts, dan zie je als het ware dat de zon meer en meer progressief naar achteren gaat. En bijvoorbeeld hier heb ik eigenlijk de voorgrond en mijn model lichter gemaakt, maar enkel de hele verre achtergrond is nu donkerder. Ja? Dus dit is opnieuw voor, na. Dus ik heb eigenlijk de volledige belichting bijna omgekeerd en ik heb geen enkel penseel moeten aanraken. Wat ik nog kan doen is met warmth near en warmth far gaan spelen. Warmth near is de warmte van de voorgrond. Warmth far kan ik de achtergrond bijvoorbeeld wat gaan afkoelen. Ja? Nu, ik heb hier enkel in deze beta die drie tools ter beschikking, want normaal gezien zou ik dit nog gaan combineren met de andere tools die we kennen, zoals gezichtsverlichting of misschien wat structure AI of zo. Maar dat hebben we hier nu allemaal niet. Dus dit is puur een, we zoemen dat een technical build om je een aantal dingen te tonen. Ja? Oké. Nog een voorbeeldje. Bijvoorbeeld, dit is er ook eentje van mij, waar ik vond dat ja, die Mongoolse ruiter hier, die is wel een beetje onderbelicht. Dus Relight AI laat mij toe om hem te gaan ophelderen. Ook weer met één schuiver. En ik kan à la limiet zelfs de brightness van de verre delen wat een klein beetje verdonkeren. En dan ook weer met die diepte-regelaar kan ik eigenlijk aangeven van bijvoorbeeld, ja, ik wil ook de paarden mee in de relighting hebben, maar niet de lucht. Zie je? Dus in dit geval heb ik nu, dit is voor, dit is na. Dus ik heb de paarden en onze onderwerp lichter gemaakt, wat ik ook wou, maar de lucht zelfs iets of wat donkerder. Opnieuw in de volledige versie van Luminar Neo zal je de lucht zelf nog apart kunnen aanpakken of zelfs misschien kunnen veranderen als je dat wil in een andere lucht via Sky AI. Allemaal dingen die we al kennen van Luminar AI natuurlijk. Ja. Oké, een laatste voorbeeldje. Dit werkt ook op landschappen. Bijvoorbeeld als ik hier mijn Relight AI kies, dan zal je merken dat als ik Brightness Far optrek,
of brightness liever optrek en brightness far wat naar beneden trek. Op het moment dat ik met mijn diepteregelaar begin te schuiven, kijk maar wat er gebeurt op dat water en die rots in de voorgrond. Naarmate ik meer naar rechts ga, kan ik eigenlijk die rotsen op de voorgrond ophelderen en de rest verdonkeren, zodanig dat ik eigenlijk ja, ook weer hier het onderbelichte onderwerp herbelicht en de iets of wat overbelichte achtergrond ook herbelicht in de tegengestelde richting. Dus dat is wat ik jullie wou tonen. Ik ben zelf heel enthousiast hierover. Nu, ik heb nog goed nieuws voor degenen onder jullie die misschien nog geen Luminar Neo vooraf besteld hebben. Er is nu gedurende 2 dagen, enkel vandaag zaterdag en morgen zondag, dus 20 en 21 november, tot zondagavond middernacht, is er een speciale upgrade deal voor bestaande Luminar AI klanten die nog niet Luminar Neo voorbesteld hebben. En die bestaat erin dat je voor €44 voor 1 licentie Luminar Neo of €49 voor 2 licenties Luminar Neo kan die Luminar Neo aanschaffen. Je moet daarvoor een kortingscode gebruiken, Neo 5 of met 2 F'en, je ziet ze hier ook verschijnen. En je moet de links gebruiken die je onder deze video in de blogpost in kwestie ziet. Maar dus daarmee kan je voor een hele scherpe prijs die upgrade doen naar Luminar Neo. En het is niet echt een upgrade in de zin van je bestaande Luminar AI, die blijft gewoon werken. En wanneer Luminar Neo geleverd wordt, zal die er gewoon naast gaan staan en kan je met beide werken als je wil. Maar dus een hele scherpe prijs voor wie nog niet de stap zou gezet hebben naar zijn Luminar Neo. Voilà, dat wil ik even tonen. Heb je geen Luminar AI, maar ben je door wat je zag geïntrigeerd en wil je Luminar Neo ook kopen, dan is het ook nu het moment, want ter gelegenheid van Black Friday en Cyber Monday zijn er ook voor nieuwe Luminar klanten zijn er speciale acties en je vindt de juiste info en de links ook hieronder, onder deze video in de blogpost. Dat was het. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende.